Hoi, ik wil je laten zien als je je login kwijt bent of als je een e-mail hebt gekregen van GitHub en je hebt niet een eigen e-mailaccount. Je bent bijvoorbeeld Supergeleider, Martinico, je hebt een account van mij. Dan zul je een stiekem inlogger moeten vragen. Maar zo'n stiekem inlogger, je kunt hem of haar al helpen. En dat doe je als volgt. Wat je doet, je gaat naar Firefox en je klikt op one.com, in Nederlands one.com, C-O-M. Daar ga je heen en je typt alvast in wat jouw e-mailadres is. Je klikt hier op webmail en dan gaat hij vragen wie jij bent. Nou, ik ben bijvoorbeeld computerbaas. Computerbaas at richelbildebeek.nl. Zet cursor op paswoord en nou kan de stiekem inlogger, die weet het paswoord, kan het voor je invullen. En dan zal die persoon jou in je inbox laten. In je inbox, nee, we willen nooit berichtjes, staat er bijvoorbeeld berichtjes die je hebt gehad. En hier staat bijvoorbeeld confirm your email address. Ook hier bijvoorbeeld GitHub, please verify your device. Nou, dat kun je dus. Dan moet je dus hier naartoe en dan kun je dat goed instellen. Hij is nu blij met jou. Oké, nou, dus zo kun je een stiekem inloggen. Je kunt ook al je mails deleten. Het is jouw inbox en er komt toch niks belangrijks in op. Ik delete alles. En uiteindelijk doe je logout, zodat niemand meer anders in jouw e-mail kan kijken. Oké. Ik hoop dat het duidelijk was en ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!